dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de Zwarte Pieter Disco. Dit is de plek waar je mogen zingen, dansen, swingen en springen. Mag ik een groot applaus voor DJ Piet! Maar dan moeten we een beetje opwarmen, hè? Want als we gewoon koud zo zoals vroeg in disco gaan dansen, dan gaan we natuurlijk niet goed. Dus ik ga even een ander plaatje opleggen. Doe zo. Zo. Oké, jongens en meisjes, ga eens even staan allemaal. Twee benen staan. Even wakker worden. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor onze grote Sinterklaasvriendin? Ze kan lopen over water en is altijd happy. Hier is Sita! Hallo allemaal! 2 december komt eraan, de mooiste avond van het jaar. Zeg eens eerlijk, is het niet bakjesavond is geweest, begint pas echt het grote feest, waar de pieten van genieten. Want de pieten zijn nog lang niet moe, en dan gaan ze met z'n allen naar de pietendisco toe. Wie gaat er mee? Wow, naar de Zwarte Pietendisco, wow. We dansen en springen, we lachen en zingen. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor Sinterklaas! Hallo Sinterklaas! Sinterklaas! Hey! Hallo! Hallo allemaal! Hallo Sinterklaas. Hallo. Leuk hier te zijn. En we zingen en we springen. Ja, we zijn zo blij. Ja, we zijn zo blij. En we zingen en we springen. Ja, we zijn zo blij. Ja, we zijn zo blij. En we zingen en we springen. Ja, we zijn zo blij. Want we zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen. En we zijn zo blij. Maak een hele grote boog. Doe de Simba na met deze gymnastiek. Iedereen doet mee in het publiek. Omhoog, in handen en naar voren. Dag 1, zwaaien met die armen en dan naar je teen. Stampen met je voeten, dat kan harder op de grond. Regen draaien met je rug wat groter in het rond. Schudden met je voeten, je handen en je billen. Wil je lekker bakken worden, moet je gillen! Ja, wat leuk Sinterklaas, kan ik nog stellen? Ja, ga maar staan, doe maar mee. Doe je handen eens omhoog. Dit gaat goed, dit is oké. Maak een hele grote boog. Doe dus in mijn naam met deze gymnastiek. Iedereen doet mee in het publiek omhoog. Met je voeten, dat gaan harder op de grond. Even draaien met je heupen groter in het rond. Schudden met je voeten, je handen en je billen. Wil je lekker wakker worden, moet je Sinterklaas, ja, jongen. Vindt het goed dat we een liedje een beetje oppimpen? Wat is dat? Wat is dat? Sneller! Laat maar staan, doe maar mee. Doe je handen in de hoofd. Dit gaat goed, dit is oké. Maak een hele grote boog. Doe de Simba na met deze gymnastiek.
Iedereen doet mee in het publiek. Omhoog die handen en daarvoor dat snik. Zwaaien met die armen en dan naar je been. Stampen met je voeten, dat kan harder op de grond. Even draaien met je heupen groter in een rond. Schudden met je voeten, je handen en je veer. Wil je lekker wakker hangen, moet je in. Omhoog die handen en daarvoor dat snik. Zwaaien met we lopen mee. We lopen allemaal weer achter. Ja, het zie je dan een beetje. En hoe goed kunnen jullie stampen? Nou, dat kan wel wat harder volgens mij. Ja, goed zo. En dan gaan we een beetje uitrekken, want we zijn misschien nog een beetje moe. En een beetje even, oh, lekker zeg. En even door de benen buigen. En springen. En weer door de benen buigen. En springen. En weer. Goed zo. En doe je één hand in de lucht. En je andere arm. Want dat kan ik niet doen, want dan heb je geen microfoon. Dus deze. En dan heen en weer. Goed zo. Ga maar staan. En doe maar mee. Doe je handen eens omhoog. Dit gaat goed, dit is oké. Maak een hele grote boog. Doe me nu maar na met deze gymnastiek. Iedereen doet mee in het publiek. Omhoog, die handen en naar voren. Dat been gaat zwaaien met die armen. En dan naar je teen. Schudden met je voeten, je handen en je pillen. Heel erg schillen! Goed zo! Sinterklaas de Poentje, ja, die kunnen we je misschien wel leren. Die hebben we net ook gezongen. Ah, oh, maar misschien kunnen we die ook wel leren. Oké. Dat is jammer. Wat is het eerste woord? Zwarte Piet. Nee, hè? Wat is het eerste woord van Sinterklaas Kapoentje? Sinterklaas Kapoentje. Ja, ja, hartstikke goed. Nee, het is vergeetpiet. Natuurlijk. Dus het is Sinterklaas Kapoentje. En wat komt er dan? Gooi wat in mijn... Weet jij het ook? Schoentje. Weet jij ook? Ja. Die ken ik ook nog, hè? Die ken jij ook nog. Ja. Goed, zeg. Maar de kinderen weten, die hebben echt goed opgelet. Waar hebben jullie die liedjes allemaal geleerd? Waar hebben jullie dat geleerd? Waar heb jij dat geleerd? Ik zou ook nog wel mee. Ja, ja, heel erg. De kinderen zijn hebben er helemaal zin in en wij ook. Fijn. Ik pak mijn stap even. Ja. Dankjewel. Ja. Ik wil zo graag de stap vasthouden, Sinterklaas. Ja, oké. Zo jongens, kunnen jullie me allemaal goed verstaan? De vader en moeder aan de bar ook, kunnen jullie mij ook verstaan? Ja, dat is belangrijk, dankjewel. Nou, ik ben heel blij dat ik vandaag ook bij jullie mocht komen. En ik heb, dat moet ik eerlijk zeggen, vanmorgen. Ja, je mag je tekening meenemen, want dan kan ik hier gelijk
Nee, of heb je hem nog niet af? Nou, kom maar even hier. Wat roept die terug? Wie zoet is, krijgt lekker. Wie stout is, de roep. Helemaal correct. Applaus voor deze jongen. Nou, maar daar gaat het nou even om. Hè. Ik hoor dat altijd wel. Dat hij staat te roepen achter mijn rug. En soms is dat wel eens een beetje irritant. Maar dan roep jij, Piet. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roep. Wat is dan eigenlijk een roe, Piet? Kom maar eens even uit. Moet je eerlijk bekennen dat ik het soms wel vergeet. Ja, dan helpen de Pieter mij wel. Hallo, heb je ook nog een vraag? Met het geld? Je bedoelt zeker dat geld dat die domme Pieter per ongeluk allemaal uitgedeeld heeft? Ja, dat was een heel gedoe. Maar gelukkig krijg ik heel veel geld weer terug. Van kinderen en van andere mensen. En ik heb genoeg geld om al mijn cadeautjes te kopen. Dus jongen, jij hoeft je niet ongerust te maken. Hè? Hallo. Vind je het goed dat ik hem nou even een hand ga geven? Met jou weer, hè? Hallo. Heb je ook een vraag? Twee vragen heeft hij, dames en heren. Twee. Hoeveel Pieten zijn er? De vraag 1. Hoeveel Pieten zijn er? We zijn in vaste dienst, ik maak dat verschil tussen tegenwoordig, in vaste dienst, onder 12 Pieten, en dan heb ik er nog meer dan 3000, die alleen in december werken. Ja, dat is heel veel, hè? En dat moet ook wel, want we moeten er heel veel kinderen toe. Nou, volgende. Eline van der Meer. Ja, achter. Jaden Nijkamp. Zo. Waar is Oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Uitpakken maar! Snel. Kijk wat je in. Wat een leukje. Oh, wat heb je gehad? Barbie. Dat je ook nog kennis kan maken. Dat is leuk. Wie is er heel blij met zijn cadeautje? Nou, wat goed. Wat ben ik daar blij om, zeg. Hier, leg het papiertje maar aan te voelen. Dat hebben wij zo meteen ook. Oh, wat een mooie cadeau. Ik ben de pakjespiet. Hoe is je pakjespiet bestaan? Hoi, kom. Je mag me wel helpen met die doodje in te pakken. Ik mag hem helaas nog niet meer naar huis nemen, want het is geen pakjesavond. Ja, dus we moeten even dus alle pakjespieten pakken voor alle doodjes. We moeten samen iets in pakken. Ja? Wat gaan jullie pakken? Lego. Niks. Bal. Eén van de twee. Welke gaan we doen? Ervan vonden. En als ik dan weet wat het allerlekkerste is, dan weten wij heel goed wat wij kunnen geven in de schoentjes en met uitdelen en alles. Willen jullie dat voor me doen? Ja! Of houden jullie niet zo van proeven? Nee. Wel. Ja, wat dank je? Wel. Ja. Oh, oké, nou weet je wat? Dat is niet zo. Allemaal eentje proeven, want iedereen wil. Zo. Doen we allemaal proeven? Nog een beetje doorgeven naar achter de zo'n 10 euro. Lekker! Ja, chocoladepepernoten is het net heel populair. Lekker! Ik ben er zelf. Ik ben er zelf.
Nu moet ik in de minimutten doen, denk ik. Of gooien. Nou ja, wie heeft er nog snoep? Jij hebt er iemand nog snoep? Jij ook? Ah. En jij ook? Jullie twee niet. Dan wordt het in